En er is zo net door de auditeur militair is dus vrijspraak gerecureerd. En natuurlijk, ik voel de opluchting van mijn cliënt al, want hij heeft dus langer dan 10 jaar heeft hij dus de verdachte status gehad. En hij heeft het nog steeds natuurlijk, maar natuurlijk is de krijgsraad degene die het eindoordeel heeft. Maar het feit dat dus de auditeur militair alvast heeft geëist, gerecureerd vrijspraak, is natuurlijk al een opluchting, is een stap in de goede richting. En we zijn natuurlijk de goede hoop natuurlijk dat hij dus volledig wordt vrijgesproken. Op grond waarvan is dat geëist, de vrijspraak? Onder meer omdat hij dus heeft gehandeld op basis van een dienstopdracht. Ja? En hij heeft natuurlijk ook niet van tevoren geweten, hij kon het ook niet weten van tevoren, dat de mensen zouden worden omgebracht. Als hij dat geweten had, dat heeft hij zelf hier gezegd bij de krijgsraad, dat hij waarschijnlijk een uitvlucht bedacht om toch die opdracht niet uit te voeren. Maar hij was helemaal niet ervan op de hoogte. En hij had het ook niet kunnen bevroeden dat de mensen dit zou overkomen. En hij was er kapot van daarna, dagen daarna was hij er zelfs kapot van. Hij heeft als een klein kind gehuild, kan ik me nog herinneren. Heeft hij me dat verteld, omdat hij kon dat niet verwerken. En hij is nu natuurlijk hier weer erbij gesleept door een toevallige samenloop van omstandigheden natuurlijk. Hij was toevallig luitenant, hij was directeur van de centrale penitentiaire inrichting. En hij was de enige die de opdracht keurig en zonder al te veel problemen kon uitvoeren. En daar hebben ze misbruik van gemaakt.